Dankjewel, Sam. En dan tenslotte onze laatste Time Talk. Ruben Oppenheimer, cartoonist voor onder andere NRC Handelsblad, NRC Next, de Negener Dagbladen en Time Magazine. Hij vocht eerder dit jaar nog een ruil uit met advocaat Theo Hiddema en die rechtszaken laten dit jaar nog een vervolg. Bovendien was hij een van de meest uitgesproken Nederlandse cartoonisten na de aanslagen op Charlie Hebdo. En Ruben kijkt vandaag met u terug op deze incidenten in zijn lezing De onveranderde rol van cartoonisten na Charlie Hebdo. Dames en heren, Ruben Oppenheimer. Alleen Ruben is er niet. Ja, het is vrij vervelend, maar hij zou ons programma afsluiten met een lezing over zijn rol als frontsoldaat voor het vrije woord. Maar ik moet meedelen dat Ruben wegens persoonlijke omstandigheden heeft besloten om af te zien van zijn optreden. Hij wordt namelijk altijd bedreigd door zijn vriendin, die er genoeg van heeft dat zijn werk zelfs in het weekend voor lijkt te gaan. En ze heeft hem voor de keuze gesteld of de badje nummer zoveel of zijn relatie. Nu wil ik niet de indruk wekken hier dat Ruben een lafaard is en dat hij wijkt voor dreigementen. Maar hij heeft zojuist laten weten, ik heb haar al tijden geleden een weekendje beloofd en die moslims zijn misschien geen lievertjes, maar dan kennen jullie Laura nog niet. Laura is Spaans, moet u weten. En dit is natuurlijk grappig en ik begrijp dat u erom moet lachen. Maar dat is ook eens echt de reden dat Laura hier niet is. Ja, zij is Spaans en heeft een Spaanse achternaam. En er was misschien iets niet helemaal goed gaande met de geboortedatum, maar zelfs dat weten we niet zeker. Maar dat was genoeg reden, blijkbaar voor de beveiliging vandaag, om Laura niet door de screening te laten komen. En u denkt, ik maak een grap, maar dit is werkelijk waar geen grap. Ruben heeft de afgelopen tijd steeds laten weten dat hij niet wil wijken voor terreur en juist het tegenovergestelde. Hij weigert eigenlijk op te treden onder het strikte veiligheidsregime zoals dat hier vandaag geldt. Het veiligheidsregime waar u zich vandaag aan onderwerpt. Blijkbaar kunnen we tegenwoordig alleen nog maar de spot drijven achter gesloten deuren met een breed geschouderd tweejasje ervoor. En blijkbaar bent u het normaal gaan vinden dat u alleen nog satire kan zien als u op de gastenlijst staat, gecheckt, gescreend en gevisiteerd bent. En dat, dames en heren, is de ware knieval voor terreur. En daarmee zijn wij zelf degene die onze vrijheid beknotten. En dat gebeurt dag in, dag uit. Zo besloot een volkomen doorgesubsidieerd clubje ter bevordering van de persvrijheid, genaamd PEN Nederland, zich terug te trekken uit de organisatie van deze avond omdat ze de veiligheid niet konden garanderen. Alleen omdat een cartoonist komt die een vrij lelijk tekeningetje van mijn hand maakte. Waar ben je dan godverdomme voor opgericht? Om de vrijheid van het AWB Ledenblad te promoten? We beknotten de vrijheid omdat we natuurlijk allemaal vinden dat de tekeningen van Charlie Hebdo best wel mogen, maar dat ze misschien niet smaakvol genoeg zijn om een prijs te mogen ontvangen. Dat het natuurlijk wel mag, natuurlijk, daar gaat het niet om, maar dat u zich liever niet associeert als intellectueel en schrijver en dat u daar een pontificaal afstand neemt van zo'n prijs, als smaakbewuste intellectueel uiteraard. En omdat u in januari allemaal even Charlie was, vous êtes tous Charlie, maar bij het zien van een tekeningetje van verdronken vluchtelingen allemaal roept dat vrijheid ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat een harde grap over dode vluchtelingen misschien maar beter niet gemaakt zou kunnen worden, dat het nu natuurlijk wel mag, natuurlijk, vrijheid van meningsuiting, maar dat u het gewoon niet zo smaakvol vindt en dat het daarom bij Facebook rapporteerde als zijnde ongewenst. Dat de opiniepagina's van elke zichzelf respecterende krant volstaan met uitgestreken gezichten die schrijven hoe belangrijk de vrijheid van meningsuiting wel niet is, maar geen krant islamsatire plaatst. Geen spotprint, geen satirisch stuk. Nee. Niet omdat het niet zou kunnen natuurlijk, absoluut niet. Maar omdat het gewoon zo plat, zo ongenuanceerd, zo gemakkelijk is. Want godverdomme, wat is kwetsende humor toch gemakkelijk, dames en heren. Dames en heren, u roept het over uzelf af. Dat u hier vrijwillig anaal gevisiteerd wordt om een klein beetje satire te kunnen zien. Dames en heren, daarom wilde Ruben niet aanwezig zijn, omdat hij niet mooi weer wil spelen in het zoveelste debat over de vrijheid, terwijl hij kort daarvoor nog gevisiteerd was.
Het spijt me dan ook zeer, maar u zult het vandaag met alleen zijn cartoons moeten doen. Hij komt niet het podium op. U kunt ze draaien. Dat die alsnog voorkomt, hoor.